Hi Maagd, leuk dat jullie kijken naar het Korte Week op School voor Amandela. En deze week is van week nummer 15. Dat is van maandag 9 april tot en met zondag 15 april. Als het kaart is goed om te kijken wat de Maagd deze week gaat brengen, dan heb ik daarbij de volgende kaart. De twee van bekers, de geliefde en de gehangene. Ik zou zeggen, beste Maagd, je begint deze week vol met liefde en naar andere mensen. Misschien ook wel je geliefde. Je vindt het allemaal heel erg prettig om onder de mensen te zijn en leuke dingen te doen. Maar halverwege ga je toch wel een beetje twijfelen. Omdat er eigenlijk zaken zijn voor jezelf waar je bepaalde beslissingen in moet nemen. En dat heb je misschien wel een tijdje uitgesteld. Omdat je eigenlijk zo alles met liefde bekeek. Ik denk dat je deze week wat gaat nadenken over hoe jij de zaken wilt gaan doen. Het is voor jou niet altijd misschien duidelijk hoe je verdere dingen moet gaan oppakken. Maar het is voor jou wel duidelijk dat je dingen wilt veranderen. En dit zou kunnen zijn dat je dat in overleg met anderen doet. Maar het kan ook heel goed zijn dat je hierin wat terugtrekt. En bij jezelf denkt van hoe kan ik dan verder. Misschien kan je er ook niet uitkomen en ga je daarna bij andere mensen vragen hoe je verder moet gaan. In ieder geval bedenk je voor jezelf hoe je verder wil. Omdat je dat op dit moment nodig hebt. Dit was alweer de Korte Week Horoscoop. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En ik zie je natuurlijk volgende week weer terug.